Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe video. En zoals beloofd ga ik het vandaag hebben over tweelingvlammen natuurlijk en wat het eigenlijk wel betekent, wat het echt betekent wanneer je twijfelt aan de connectie. En eigenlijk niet zozeer aan de connectie, dat kan ook natuurlijk en dat gaat zeker ook op je pad komen, maar wanneer je twijfelt aan het feit dat die andere persoon, die ene specifieke persoon, al dan niet jouw tweelingvlam is. Nu, om daar een antwoord op te geven, of om je daar een aantal inzichten in te geven, is het eerste dat belangrijk is eigenlijk voor jezelf durven toegeven en erkennen en vooral aanvaarden dat je zelf ook een tweelingvlam bent. Want dat is iets wat ik vooral en merk ook bij klanten waarmee ik samen gewerkt heb en werk, dat dat een eerste stap is in het erkennen van dat label eigenlijk, want het is een label. Het is een manier om te verklaren waarom dat je hier bent. Om te verklaren wat dat hier voor een deels komt doen. Wat dat een antwoord op heel veel dingen dat je onbewust weet, maar eigenlijk nog niet kon grijpen. Niet met logisch verstand kon gaan uitleggen. Dus dat is eigenlijk een eerste stap. En eigenlijk daarmee zijn er ook nog een aantal andere redenen aan gekoppeld. Waardoor dat twijfel eigenlijk zich toont in de connectie, waardoor je gaat gaan twijfelen aan de ander als zijnde jouw tweelingvlam. En dus daar gaat deze video vandaag over. Daar wil ik jou een aantal inzichten in geven en die gaan misschien niet allemaal voor jou op van toepassing zijn, want voor ook iedereen is dat anders. Maar ik zou zeggen, overloop het eens, schrijf het eventueel eens dus op. Maar hier heb ik geen blog over gemaakt. Ik heb gewoon wat losse notitietjes op een kladblad gemaakt. De dingen die gewoon binnengekomen zijn. Dus schrijf het op en herlees dat eens nog opnieuw. Want dat is eigenlijk ook iets wat ik ook altijd aanraad aan mijn mensen die met mij één op één samenwerken in die transformatiesessies. Om een bullet of een agenda of een dagboek of zoiets bij te houden. Waarin dat je de tijd neemt om dagelijks te gaan af te stemmen. Door net te gaan schrijven, ga je andere spieren, een andere manier gaan gebruiken om hetgene wat daar nog niet bewust was, om het in het bewustzijn te brengen. Dus schrijven is eigenlijk een hele krachtige tool voor healing, voor inzichten, voor manifestatie. Maar daar gaat dus een nieuwe, maar dat wou ik toch wel eens meegeven. Nu, als je twijfelt aan de connectie, de belangrijkste en eerste ding waar je moet jezelf gaan afvragen is van waar twijfel ik aan mezelf? En meer nog, waar twijfel ik aan mijn eigen intuïtie, aan de dingen die ik voel, aan de dingen die ik doorkreeg, aan de boodschappen die ik kreeg, aan de dromen die ik kreeg, aan de synchroniciteiten die ik zie en zo meer. Want dat is dan eigenlijk ook weer verbonden met die zelfwaarde. En daarom dat ik daarnet ook zei van kijk eerst en vraag jezelf eerst af of dat jij inderdaad jezelf erkent als een tweelingvlam. Kan je dat zeggen tegen anderen, van ik ben een tweelingvlam? Kan je daar vrede mee vinden om dat stuk van jezelf te omarmen? Want dat is verbonden met die zelfwaarde. Want vaak is het zo dat ik hoor zeggen, en dat ik zelf ook tegenaan gelopen heb, van ja, ik wil niet anders zijn dan de anderen. Ik wil niet specialer zijn. En dat is het stuk waar de echte tweelingvlammen zich gaan onderscheiden. Dat eigenlijk voor hen het niet uitmaakt of als ze een tweelingvlam zijn of niet. Ze gaan door, dat is eigenlijk hun essentie, dus door het gewoon te zijn, dan zetten zij dat verder, al die dingen waar ze moeten in de wereld zetten, zetten zij dat verder in de wereld. Maar daar is dat stukje zelfwaarde gekoppeld, omdat ze eigenlijk niet willen aanzien worden door de rest, vaak door mensen waar ze lief hebben of die dicht bij hen staan of waar ze die liefde van voelen, dat ze niet willen anders gaan bekeken worden of niet willen anders gaan behandeld worden. Maar weet dat de meeste tweelingvlammen hier ook zijn met, ik ga niet zeggen met zware karma, want dat klopt niet, maar wel met zware taken om mee te helpen het collectief te gaan transformeren. En dat is net ook het stukje waar dat ze dan eigenlijk proberen zoveel mogelijk nog dingen te controleren. Dus dat is ook een tweede of een derde, ik weet al, ben aan het tellen ondertussen al kwijt, maar dus controle.
Wanneer je probeert dingen te gaan controleren in je connectie, probeert de dingen gaan te bewijzen, vooraleer dat je dan die leap of faith, die stap in het onbekende neemt, dat is eigenlijk ook een soort, eigenlijk een bewijs, een gevolg als het ware, van de twijfel, dat je niet zeker bent. En dat dus de verbonden is met die zelfwaarde en dus het twijfelen, het niet volledig vertrouwen op jezelf. Want wanneer je controle neemt, dan is er geen vertrouwen. Wanneer je volledig vertrouwt, is er geen behoefte om controle te nemen, want dan vertrouw je. Dan vertrouw je op je intuïtie, dan vertrouw je op dat proces die volledig natuurlijk verloopt. Omdat je weet dat alles verloopt zoals dat het moet verlopen is. Omdat je weet en geleerd hebt dat eigenlijk je volledige proces, die volledige tweelingblamreis, volledig uitgestippeld is. En dat je eigenlijk gewoon telkens ook maar dag voor dag, na dag moet gaan kijken van wat is vandaag belangrijk? Waar mag vandaag mijn focus heen gaan? Op welke manier kan ik liefde delen met de mensen om me heen? Dus niet alleen mijn tweelingplan. En dat is ook een stukje onvoorwaardelijke liefde. Telt niet enkel alleen maar voor jezelf of voor je tweelingplan. Onvoorwaardelijke liefde is voor iedereen, voor alles en iedereen. Dus daar is ook al een stuk over dat tweelingplan in te leren hebben. En dat moeten open, mogen opentrekken. Dus wanneer dat je merk dat je zelf dat je die controle probeert te houden, dan weet je dat is omdat je niet, ergens niet vertrouwt. En kijk en stel jezelf de vraag van wat is precies dat ik niet voldoende vertrouw? Is het mezelf dat ik niet vertrouw? Is het eigenlijk dat ik niet vertrouw dat de ander in staat is om die stukken te gaan doen wat hij moet doen, hij of zij moet doen? En daaraan dan weer gekoppeld, is het belangrijk om jezelf de vraag te gaan stellen, welke angsten zijn er ook mee gekoppeld? Welke angsten mag ik hier nu aankijken? Nu, doorheen mijn eigen tweelingvlamconnectie, en vandaag ken ik mijn tweelingvlam 3 jaar, dus zijn we 3 jaar in, hoe zou ik het noemen, actieve communicatie en eigenlijk in een relatie. Want de connectie op zich is er altijd al geweest, hè? Alleen waren we er niet be bewust van. Maar dus, een van de dingen dat mijn tweelingvlam eigenlijk mij teruggespiegeld had, was van, ik ben aan het nadenken rond welk stuk dat we toen bezig waren. Ik denk dat er een stuk afhankelijkheid en bindingsangst en dergelijke meer was. Dus je verlatingsangst, bindingsangst en die zaken. En dat mijn tweelingvlam zei van, Lindsay, je vecht voor wat je in gelooft. En dat is als die liefde. Maar de grootste angst die je ervaart is eigenlijk om liefde te mislopen. Om liefde te geven en dat er daar niemand aan het ontvangende einde staat. En dat er dus ook niemand is om die liefde naar jou terug te sturen. En toen dat hij dat zei, was dat voor mij echt een eye-opener, want hij had gelijk. Want ik ben iemand die van nature uit heel veel liefde te delen heeft. En ik ga dat ook heel vrijelijk geven. En dat was natuurlijk ook mijn werkpunt. Om daar ook die balans in te houden en te leren van ontvangen. Wat dat typisch iets is voor een vrouwelijke energie. Wij moeten leren ontvangen vanuit een gezonde vrouwelijke energie. En niet altijd maar zelf willen gaan geven. Want dat is die vervormde mannelijke energie. Dus ik mocht gaan leren om te gaan vertrouwen. Ik mocht gaan leren om meer te gaan ontvangen. En ik mocht gaan leren om nog meer in overgave te gaan. En te vertrouwen dat inderdaad die liefde, wanneer ik die zou geven, wel terug zou gespiegeld worden. Misschien in eerste instantie niet onmiddellijk via jouw tweelingvlam. Maar wanneer dat jij liefde bent, wanneer dat jij liefde geeft en altijd vanuit liefde in het leven staat, dan gaat liefde, het universum die liefde altijd weer spiegelen. En op den duur ook via jouw tweelingvlamconnectie. Maar daarvoor is het belangrijk dat jij eerst die liefde wordt, om het dan terug kunnen weerspiegeld worden via jouw tweelingvlam. Dus daarom is dat die overgave daarin heel belangrijk. Overgave aan dat proces, overgave aan de processen van jezelf, van de connectie, van het collectieve, van wat dat er maar ook op je pad komt. En durven die stappen zetten in het onbekende. Ongeacht dat je nog niet weet wat het jou allemaal gaat brengen, ongeacht dat je zelfs niet weet of dat je ooit zal samenkomen met je tweelingvlam, ongeacht dat je zelfs niet weet of dat je tweelingvlam ooit gaat beseffen dat jij de tweelingvlam bent of dat jullie tweelingvlammen zijn. Dus dat zijn dingen, en zeker als vrouwelijke energie, dat je in het begin echt mag gaan leren. En hoe naarmate dat je er meer vertrouwen in krijgt en dus niet meer gaat gaan twijfelen over dat jij een tweelingvlam bent, dat je in een tweelingvlamconnectie ondertussen aan het lopen bent. En 3,
dat jouw tweelingvlam ook de wijsheid en alle tools in zich heeft om datzelfde pad te lopen richting eenheid naar jou, met jou dan. En dat is belangrijk dat je dan een ander stukje, we hebben ondertussen controle, dus vertrouwen, overgave, heb ik nog gezegd, die zelfwaarde, twijfelen aan jezelf, dus vertrouwen aan jezelf, dat is een stukje bij vertrouwen. En dan die angst om liefde te ontvangen, dus eigenlijk liefde te mislopen, liefde te missen, liefde nooit meer te voelen. Dus het is belangrijk dat je dat volgende puntje loslaten. En mensen die al met mij samengewerkt hebben, die weten dat dat een van mijn stokpaardjes is: controle, dus vertrouwen, overgave, heel veel geduld en loslaten. En als je denkt aan loslaten, dan is het belangrijk om zelfs nog een beetje meer los te laten. En trust me, voor mij was dat ook een hele uitdagende les, om altijd maar nog meer los te laten, nog meer los te laten, nog meer los te laten. Want hoe meer je loslaat, hoe makkelijker je in die overgave en in dat vertrouwen kan gaan stappen. Logisch. En dat je ook weet dat je niet alles hoeft te weten. Dat oké is. Dat tweeling van connecties beschermd zijn. Dat tweeling van connecties niet samenkomen als het op dat punt nog te fragiel is. Dat tweelingvlammen niet samenkomen wanneer dat het samenkomen veel te veel schade gaat aanbrengen. Dus dat je elke dag ook mag tegen jezelf zeggen van alles wat er gebeurt is voor mijn hoogste goed. Ook al triggert mijn tweelingvlam mij, het is voor mijn hoogste goed. Als ik nu terugkijk op de 3 jaar dat wij samen doorheen dat proces aan het gaan zijn, want eigenlijk de ware tweelingvlamconnectie is eigenlijk al veel eerder begonnen. In het wakker worden en zo. Ik ben altijd in 2012, 2013 zijn we eigenlijk alle twee in ons ontwaking of ons proces gestapt. En toen zijn al activaties gebeurd, waar we eigenlijk op dat moment zelfs niet bewust van waren. Dat we al met elkaar begonnen hoe zeg je, energieën uit te delen. Dus als ik nu gewoon terugkijk op de laatste 3 jaar dan, waar we allebei veel bewuster in het proces stonden en elkaar erkend en gezien hebben als zijn de tweelingvlam, onze tweelingvlam, dan zijn er momenten geweest dat we elkaar allebei heel hard pijn gedaan hebben. Maar dat doe je niet bewust, dat doe je niet vanuit het punt van ik ga hem of haar nu eens heel hard raken. Nee. Het is vaak zo dat er dingen gebeuren waardoor dat jouw wonden getriggerd worden. En wanneer je dan actie-reactie doet vanuit jouw wonden natuurlijk, ga je automatisch ook weer dingen creëren bij de ander, triggers creëren bij de ander. Er zijn ook momenten geweest waarop ik veel meer in mijn kracht en veel meer in mijn grenzen heb aangegeven, wat dat voor hem dan weer een trigger was. Maar tegelijkertijd zijn we er allebei over eens dat net die stukken ons hebben laten groeien. Ook andere mensen in onze connectie. En daar ga ik dan ook later eens een andere video over maken. Maar ook de andere connecties of andere verbindingen die we proberen of hebben aangegaan, die waren er eigenlijk ook eerst en vooral in eerste instantie, en misschien zelfs in enige instantie, voor onze beide zielsgroei. Omdat dat ervoor gezorgd heeft dat we nog meer open communicatie, dat ons hart nog veel meer werd opengebroken. Ook al dachten we al dat we een heel open hart hadden. Dus daar zie je maar dat elke trigger die op je pad komt, zeker wanneer het van je tweelingvlam komt, maar niet enkel en alleen van je tweelingvlam, maar eigenlijk alles en iedereen die in jouw leefwereld is en die iets zegt of doet en dat triggert jou, ga in eerste instantie gaan kijken en bij jezelf te raden om te gaan vragen en uit te zoeken van wat dat er eigenlijk echt gespiegeld wordt en wat dat er eigenlijk echt gaande is. En pas dan, wanneer dat je weet wat er aan de hand is, wanneer dat je weet wat de inzichten daaromtrent zijn en vooral wanneer dat je emoties van kwetsheid wat verzacht, wat weggeëpt zijn, dan pas kan je reageren. Soms kan het ook zijn dat je op dat moment beslist om niet te reageren. Dat dat het beste is. En voor mezelf was het altijd een handig hulpmiddel om eigenlijk mezelf gaan af te vragen van kijk, oké, kan ik hier nu op dit moment vanuit liefde gaan reageren en vanuit die onvoorwaardelijkheid gaan reageren? Of ga ik hem iets verwijten? Wil ik hem ook pijn doen omdat hij mee die pijn heeft laten voelen, bijvoorbeeld. En dat zijn de stukken waarom je merkt, wanneer je dat kan, dat je veel sneller doorheen die lessen en die transformaties gaat. En dus daarom is het ook belangrijk
om al de overtuiging die je hebt over hoe dat relaties zou moeten zijn, over wat dat relaties zijn, over wanneer dat iemand loyaal is, wanneer dat iemand bevestigt dat hij van jou, hij of zij van je houdt. Dat zijn allemaal dingen die niet werken voor tweelingplannen. Ik heb het al eens in een video over gesproken ook. Ghosting en het idee daar helemaal rond en over hoe je dan moet gaan reageren en welke berichten hij mag sturen en wat niet, dat werkt totaal niet in zielsconnecties. Dus al die kul, ga maar zeggen, dat je vindt op YouTube rond relaties en zoveel dingen die je moet weten om een man of een vrouw te daten. Geloof het niet, maar vertrouw op de eigen dingen die je voelt. Vertrouw op je eigen team. En als je nog niet gewoon bent om aan je team te gaan samenwerken, dan alsjeblieft neem contact met mij op. Dan ben ik met heel veel plezier jou dat aanleren. Wil ik heel graag jou de dynamiek uitleggen en leren hoe dat het allemaal in zijn werk gaat. Want het belangrijkste, of een van de belangrijke stukken, maar niet alleen voor tweelingconnecties, eigenlijk in alle relaties, is het leren begrijpen welke energie dat jij het meeste bent. En dan spreek ik over die mannelijke en die vrouwelijke energie. Wanneer jij weet welke energie dat er voor jou natuurlijk is en op welke manier dat jij de mannelijke en je vrouwelijke energie op een vervormde manier gebruikt hebt, dan kan je dat gaan healen en op een gezonde manier gaan inzetten. En hoe meer dat jij je gezonde energie zet en hoe meer dat je dus die eenheid in jezelf creëert, raad eens wat er dan gebeurt, dan ga je ook eenheid in je connectie creëren. En daarom is schaduwwerk zo belangrijk. Daarom heb ik die trajecten gemaakt. Daarom heb ik mijn boek geschreven. Moest ik mijn boek schrijven, ga ik het zo zeggen. Maar ik vond het leuk om te doen natuurlijk. En er komt sowieso nog een boek. Maar dat zijn de. Die dingen zijn er allemaal om jou ook weer in jouw eigen kracht te zetten. Om jou te versterken. Om jou de tools en de verantwoordelijkheid terug te geven. Want vaak zie ik het gebeuren dat mensen van de ene therapeut naar de andere healer, naar de sjamaan, naar daar lopen. En op den duur eigenlijk het bos door de bomen niet meer zien. Terwijl dat alles wat ze moeten weten in hen ligt. En dat is hetgeen. Oei, ik zit meteen mijn microfoon, dus ik hoop dat het geluid nog oké is. Maar dat is hetgeen wat ik ook aanleer. In het traject zelfrealisatie vanuit het hart gedragen bewustzijn. Dus we gebruiken daar een hele superkrachtige tool voor. Dat zijn de universele vlammen. Die zijn voor iedereen beschikbaar. En als je mijn boek gelezen en 16 vlammen gelezen hebt, dan weet je alle waarover het gaat. Maar dus in dat traject duiken we nog dieper en gaan we echt nog aan de slag met de 7 fases van essentie. Gaan we aan de slag met de 7 hoofd, hoe noemen ze het? De zielslessen, die eigenlijk verbonden zijn met de verschillende vlammen, met de 7 hoofdchakras. En dat is eigenlijk een cursus waar dat alles wat samenkomt. Waar dat jij natuurlijk heel veel activaties ontvangt, door heel veel dingen heen werkt. En daarom zijn er ook de groeps live sessies om elke week te gaan kijken en te gaan bespreken wat dat er aan de hand is. Daar in die momenten kun je ook mijn vragen stellen. Ben ik ook beschikbaar om op je persoonlijke vragen te antwoorden. Sinds vorig jaar, eind vorig jaar, sinds dit jaar is er ook een mogelijkheid om dat te volgen met individuele sessies. In combinatie met individuele sessies. Afhankelijk van waar je bent in je proces, wat je nodig hebt en waar je heen wilt. Want ik merk dat heel veel lichtwerkers nu ook klaar, en vooral tweelingvlammen, die ook missiewerk gaan doen, dat die ook gevraagd worden om de kennis rond de vlammen te gaan doorgeven. Dus het is niet alleen mijn verantwoordelijkheid om met de vlammen en universele vlammen dus te gaan werken en daar healing te brengen op aarde. Maar het is ook aan jullie om dat dan op jullie beurt weer verder gaan overspreken en gaan delen met jullie publiek, met jullie klanten. En zo gaan we beetje per beetje die cirkel van healing laten uitbreiden, van die kracht laten uitbreiden en de vlammen weer ankeren, de wijsheid van de vlammen weer ankeren op aarde. Dus. Kort nog eens herhalen. Als je twijfelt aan je connectie, dan is dat eigenlijk twijfelen aan jezelf, aan je eigen intuïtie. En dat kan verschillende redenen hebben. Dus angst om geen liefde meer te ontvangen, of geen liefde of die diepe connectie niet meer te voelen. Stukken rond je eigen zelfwaarde. Vind jij jezelf het waard om een diepe zielsconnectie, zoals een tweelingvlamconnectie, te aanvaarden en in de 3D te ervaren? Wat zijn de overtuigingen over relaties? Wat zijn jouw overtuigingen over relaties? In welke mate hou je controle versus in hoeverre
Vertrouw jij jezelf, het universum, het pad, je tweelingvlam nog? In hoeverre en tot hoever, hoe diep kan jij in die overgave gaan? En durf je gewoon in het onbekende te stappen en daaraan losgekoppeld ook willen loslaten? Dus je hoeft niet alles te weten. Als jij weet dat alles wat er op je pad komt, ook de dingen, ook die triggers, ook de minder leuke momenten, maar dat die er allemaal zijn voor je hoogste goed, om je eigen energie nog meer uit te zuiveren, dan ga je op een bepaald punt komen waar ik nu sta in mijn connectie. En dan ga je elke dag, of laten we zeggen toch 99% van de dagen, die diepe zielsconnectie kunnen ervaren. Die liefde kunnen ervaren. En dat ook kunnen uiten naar elkaar toe. Niet alleen naar elkaar toe, maar ook kunnen delen met andere mensen. En hoe meer dat je in je missie dan ook gaat stappen, als je een missie hebt als lichtwerker, of hoe dat je het ook wil noemen, hoe meer dat je dat ook dan weer gaat kunnen delen met anderen. Als ik spreek in mijn individuele sessies over ervaring van mijn tweelingvlam, dan zijn, ik ben aan het denken, eigenlijk dan iedereen die op dat moment daar met mij in sessie is, die voelt die liefde dat ik ook voel. Door gewoon te verbinden. En dat is hetgeen wat ik ook met jou wil delen en ook jou wil aanleren. Want uiteindelijk is iedereen dat waard om op die manier in het leven te staan en een dergelijke diepe connectie aan te trekken. Ik ben eventjes aan het kijken waar mijn gsm was aan het trillen en of het ziebed niet van mijn dochter was. Dus als je twijfelt, stel jezelf de vragen. Overloop die puntjes dat we het nu gedaan hebben en kijk wat dat het precies is dat bij jou aan de hand is. Mocht je dat wensen, mocht je er zelf niet uitgeraken, mocht je zelf tegen een aantal stukken aanlopen in je tweelingvlamconnectie, weet dan dat je altijd met mij ook één op één kan samenwerken als het groepstraject niet voor jou is. Natuurlijk zou ik het heel leuk vinden mocht je aan het groepstraject deelnemen, want we gaan volgende week, wat zeg ik, deze week gaan we van start, de week gaat zo snel. Dus deze week gaan we van start, nu donderdag gaat het eerste deel open en dan volgende week dinsdag is de eerste live, groepslive sessie. Dus als je wil mee zijn in de content van week per week, met al de lessen en de opdrachten en de transmissies, dat zijn dus de visualisaties, of eigenlijk de overdrachten van energie aan de hand van die universele vlammen, dan is het belangrijk dat je zeker de laatste op donderdag jou inschrijft, zodanig dat je mee bent in die pagina's die zich eigenlijk automatisch openen. Ik kan die natuurlijk wel openzetten, maar het is gemakkelijker als je dan mee bent in de flow. Zo, dat was voor vandaag. Als je vragen hebt, als je dingen je wilt weten rond je tweelingvlamconnectie, je wilt weten of het wel klopt, of dat het wel, of dat je op schema zit, of wat dan ook, stuur mij een mailtje via de contactpagina of zet je vraag onderaan gelijk welke video. Ik kijk elke dag of dat er reacties of vragen zijn en dan probeer je er altijd zo goed mogelijk op te antwoorden. Want het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen wakker worden, zoveel mogelijk tweelingvlammen samenkomen. En dat kan enkel maar alleen wanneer dat we allemaal terugkeren naar liefde. En dus in eerste instantie naar onszelf. Zo, dat was het voor vandaag. Ik wens je een hele fijne dag nog en tot in de volgende. Dag!